Dames en heren, goedemiddag. Mag ik de fotografen verzoeken om naar achteren te gaan? Welkom bij de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Deze presentatie bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte zal de enquêtecommissie haar rapport overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Anouska van Miltenburg. En in het tweede gedeelte vindt de persconferentie plaats. Ik geef nu graag het woord aan de voorzitter van de enquêtecommissie, de heer Van Vliet. Dank u wel. Welkom iedereen. Mevrouw de voorzitter. Alvorens het rapport ver van huis aan u en daarmee aan de Tweede Kamer aan te bieden, heb ik enkele woorden ter inleiding. Het drama bij Vestia, waarbij meer dan 2 miljard euro aan maatschappelijk vermogen verloren is gegaan, was voor de Tweede Kamer de aanleiding voor deze enquête. De commissie heeft op de bodem uitgezocht hoe dat nou kon gebeuren en ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat heeft de commissie ook gedaan met andere grote incidenten in de corporatiesector. Om die incidenten te begrijpen en ook kritisch te kijken naar de rol van kabinetten en de Tweede Kamer zelf, heeft de commissie ook de politieke besluitvorming rond het stelsel diepgaand onderzocht. Als enquêtecommissie hebben we ons verbaasd over de manier waarop dit stelsel zich de afgelopen 20 jaar kon ontwikkelen. Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend toezicht, gebrek aan duidelijke grenzen en doorgeslagen zelfregulering. En dat heeft veel maatschappelijk vermogen doen verdampen. En iedereen, of het nou de politiek verantwoordelijke waren, of de brancheorganisatie, de banken, de borgers, ze stonden er eigenlijk bij en ze keken ernaar. Ondanks de vele signalen, ook al lang geleden, dat het stelsel uit de bocht vloog. Het internationaal zo geroemde stelsel heeft hierdoor een enorme deuk in het imago opgelopen. Alle verantwoordelijken mogen zich dat aanrekenen. Maar afgezien van het imago is het nog schokkender om te moeten constateren dat uiteindelijk de huurders en de woningzoekenden de rekening betalen. De schade leidt in veel gevallen tot verhoogde huren, verkoop van sociale huurwoningen, besparingen op onderhoud en tot bouwprojecten die niet doorgaan, waardoor woningzoekenden met lage inkomens nog langer op die woning moeten wachten. Dit rapport, mevrouw de voorzitter, leert ons niet alleen wat er fout ging en wie ervoor verantwoordelijk waren. Onze commissie komt ook tot aanbevelingen voor noodzakelijke verbeteringen. Ga niet ver van huis, maar terug naar de kern. Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Huisvesting is één van de sociale grondrechten. Het is dus de zorg van de overheid, daarmee van de minister, maar ook van de leden van uw Kamer. Als voorzitter van de commissie heb ik de overtuiging dat ons rapport zal helpen het corporatiestelsel structureel te verbeteren. Voor ik u het rapport overhandig, wil ik u er graag op attenderen dat er ook een online presentatie is, een zogenaamde infographic van ons rapport. En dat kunt u vinden op woningcorporaties.tweedekamer.nl. Een infographic, kan ik u zeer aanbevelen. Graag overhandig ik u nu met trots, mevrouw de voorzitter, het eerste exemplaar van ons rapport, ver van huis. Onze commissie ziet ernaar uit om op zeer korte termijn met de Kamer over dit rapport in debat te gaan, in de verwachting dat de sociale huisvesting van 2,4 miljoen huishoudens beter geborgd zal worden. Voor de voorzitter.
My home is my castle, zeggen ze in Engeland. Ik vind dat een mooie metafoor. Ongeacht hoe groot of hoe duur het is, je huis is je thuis, je veilige haven. Je ontvangt er je familie en vrienden of duikt lekker met een boek op de bank na een lange dag werken. In Nederland bestaat de woningvoorraad voor meer dan de helft uit koopwoningen. Maar er zijn ook ontzettend veel corporatiewoningen. Zo 2,4 miljoen. Dit betekent dat 1 op de 3 huishoudens in Nederland in een corporatiewoning woont. Die bewoners hebben niet altijd invloed op de keuzes die het corporatiebestuur maakt. Andersom zijn die keuzes wel direct van invloed op hun woonsituatie. Geld kan namelijk maar 1 keer worden uitgegeven. Iedere euro die aan overhead of aan projecten die niets met wonen te maken hebben worden besteed, kan niet voor nieuwbouw of onderhoud worden ingezet. In de afgelopen jaren is dikwijls over de keuze in de corporatiesector gesproken. Of beter gezegd, over de foute keuzes die sommige corporatiebestuurders maakten. De kranten stonden er letterlijk bol van. De grootste excessen kennen we allemaal. De directeur die in een Maserati reed. De aankoop van de SS Rotterdam. En natuurlijk de extreme financiële verliezen van Vestia. De voorzitter zei er net ook al iets over. De problemen waren zo groot en troffen zoveel mensen dat de Kamer besloot haar zwaarste wapen in te zetten. Op 20 maart 2012 riep Kamerlid Bas-Jan van Bochhoven op tot een onderzoek ex artikel 140, waarbij getuigen kunnen worden verplicht om te verschijnen en onder ede een verklaring af te leggen. De motie werd met algemene stemmen aanvaard. Een jaar later, op 16 april 2013 werd de parlementaire enquêtecommissie officieel ingesteld, bestaande uit Ed Groot, Wasila Hadji, Anne Mulder, Farshad Bashir, Peter Oskam en natuurlijk de voorzitter en naamgever Roland van Vliet. De commissie heeft hard gewerkt om een antwoord te vinden op de vraag of de incidenten symbool staan voor structurele problemen in ons woonstelsel, in ons sociale woonstelsel. De reikwijdte van het onderzoek was breed. Het ging om het functioneren van alle woningcorporaties vanaf het moment dat de banden tussen politiek en corporaties werden doorgesneden met de bruteringsoperatie die begon in 1994. De openbare verhoren met oud-bewindspersonen, oud-kamerleden, toezichthouders, sectorvertegenwoordigers, deskundigen op het gebied van volkshuisvesting, financiers van het systeem, bestuurders, ambtenaren en uiteraard de corporatiebestuurders zelf trokken veel belangstelling. Tijdens deze verhoren bleek dat de commissieleden het omvangrijke en complexe stelsel van onze sociale volkshuisvesting goed hebben doorgrond. En ze gaven een stem aan de verontwaardiging die in het land leeft. Vandaag is een belangrijke dag voor u, meneer Van Vliet, voor de commissie, voor de hele staf die er zo hard aan heeft gewerkt. Maar het is ook en misschien vooral een belangrijke dag voor de Kamer en eigenlijk voor de samenleving in de volle breedte. Want misstanden in de corporatiesector, die treffen de hele maatschappij. Het gaat om miljarden euro's, maar belangrijker nog om de woningen. De castles van 2,4 miljoen huishoudens. Voordat ik het rapport doorgeleid naar de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst, wil ik u graag bedanken voor uw tomeloze inzet en voor de vastberadenheid waarmee u zich in deze klus heeft vastgebeten. Het onderwerp is onverminderd actueel. Nog voor het verschijnen van het rapport heeft de Kamer aangegeven het direct in behandeling te zullen nemen. En naar verwachting
zal het plenaire debat al in de eerste week van december plaats hebben. Ik zie u en uw commissie dan ook graag terug in vak K. Dank u wel. We gaan nu door naar het tweede gedeelte van deze bijeenkomst en dat is de persconferentie. Eerst zal de voorzitter een toelichting geven op het rapport en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ik geef nu graag het woord aan de voorzitter, de heer Roland van Vliet. Mag de microfoon aan van de voorzitter? Ja, dank. Dames en heren, de maat is vol. Zo oordeelde de Kamer in maart 2012, nadat ze voor het eerst in de openbaarheid een debat over het Vestia-drama had gevoerd met de minister. Met algemene stemmen werd een motie aangenomen om het stelsel van woningcoöperaties grondig onder de loep te nemen in een parlementaire enquête. Het zwaarste middel dat de Tweede Kamer heeft om haar controlerende taak uit te voeren, dat werd ingezet. En terecht, dames en heren, zo stel ik vandaag als voorzitter van de enquêtecommissie vast. In maart 2012 wist de Kamer en zelfs de minister niet wat er precies was misgegaan bij Vestia. Dus ook niet hoe dat kon gebeuren en dan helemaal niet wie er nou voor verantwoordelijk waren. Vandaag weten we dat wel. En niet alleen bij Vestia, ook voor de problemen bij bijvoorbeeld Woonbron, Rochdale, Servatius, WSG en Rondree. Maar bovenal zijn die kernvragen beantwoord voor het coöperatiestelsel waarin dit alles kon gebeuren. 6 Kamerleden met uiteenlopende politieke achtergronden, u ziet hen hier, zijn onbevooroordeeld op zoek gegaan naar het antwoord op deze vragen. We hebben ons verdiept in het hele stelsel door literatuurstudie, door gesprekken, door werkbezoeken. We hebben heel veel mensen gesproken, zowel ook organisaties in ons inwerkprogramma. We voerden 97 besloten voorgesprekken en we verhoorden 58 personen onder ede in het openbaar. Dit alles om het antwoord te krijgen op de vragen die u mij toen zo vaak hebt horen zeggen bij de aanvang van ieder openbaar verhoor. Wat ging er mis? Hoe kon dat gebeuren? En wie zijn ervoor verantwoordelijk? Vandaag de antwoorden. Dames en heren, wat ging er nou mis? Zoals gezegd, Vestia was de aanleiding van de enquête. Het ging daar dan ook grondig mis. De bedragen liegen er niet om. Een giftige derivatenportefeuille van meer dan 23 miljard euro. En om daarvan af te komen, ontstond er een verlies van meer dan 2 miljard euro, zoals u wellicht bekend is. We hebben geconstateerd dat de schade nog veel groter is. En dat is een verlies, dames en heren, dat vooral wordt opgebracht door de huurders. En het heeft al geleid tot de gedwongen verkoop van vele sociale huurwoningen. Behalve dat Vestia nog jaren gebukt zal gaan onder een schuldenlast, hebben alle huurders in Nederland in feite al een deel van die rekening gepresenteerd gekregen. Want een bedrag van tenminste nog eens 674 miljoen euro is omgeslagen over alle coöperaties. En dat alles, dat kon gebeuren onder de ogen en door toedoen van bestuurder Staal. Daarbij had niemand gedacht dat in de coöperatiewereld een Nick Leeson-achtige figuur zou opstaan in de vorm van de kasbeheerder, meneer De Vries. Het is bovendien ook buitengewoon zuur te moeten constateren dat de huurder nu de gigantische schadebedragen moet opbrengen, terwijl de verantwoordelijken vaak veel minder verlies hoeven te nemen. En dat doe ik hier vooral ook op de banken die Vestia volgepompt hebben met riskante producten die helemaal niet geschikt zijn voor een woningcoöperatie.
Maar ook bij andere corporaties ging het mis. Een stoomschip werd op kosten van de Rotterdamse corporatie Woonbron gerenoveerd en uiteindelijk met een verlies van 227 miljoen euro verkocht aan een hotelketen. Een campus in Maastricht mislukte als project. En ook hier ging de corporatie door, terwijl de andere financiers al afhaakten. Schadepost 67 miljoen euro. Dames en heren, corporaties die raakten ver van huis. En niet alleen met die megalomane projecten, maar ook met andere nevenactiviteiten en leefbaarheidsprojecten. In het voorwoord bij het rapport heb ik er ook al een paar voor u genoemd. Een olifantenbeeldenparade, de adoptie van een aap, een lening aan een uitvaartcentrum. Nou, corporatiegeld, dames en heren, voor een uitvaartcentrum, dat vinden we toch wel een bijzondere invulling van het bevorderen van de leefbaarheid. Die incidenten die hebben geleid, daar gaat het natuurlijk om, tot verdamping van maatschappelijk vermogen en tot een forse imagoschade voor die sector. Zonnekoninggedrag, topbeloningen, riante pensioenregeling, ja een Maserati met chauffeur, het zijn symbolen van wat er misging. En dat zullen ze helaas ook blijven, omdat de verantwoordelijk bestuurders tijdens de openbaar verhoren dit meestal nog verdedigden en als vanzelfsprekend zagen. Maar dames en heren, los van de incidenten ging het ook meer fundamenteel mis. De commissie constateert tekortkomingen in de doeltreffendheid, de doelmatigheid, de controleerbaarheid en ook in de legitimiteit van het hele stelsel. Of anders gesteld, het is onvoldoende duidelijk wat corporaties nou presteren, of ze hun vermogen verstandig beheren en waar ze hun geld precies aan uitgeven. En dit gebrek aan inzicht, gecombineerd met het feit dat huurders heel weinig invloed hebben, maar wel de wrange vruchten moeten plukken van die vele incidenten, dat heeft het draagvlak onder het corporatiestelsel aangetast. Er is dus veel misgegaan. Hoe kon dat gebeuren? Onze commissie ziet in hoofdlijnen vier oorzaken waar het nou misging. Gedrag, grenzen, governance en geld. Dat zijn vier G's. Je hoort daar meer over. In de kern gaat het om gedrag. Incidenten ontstaan door menselijk handelen. En bestuurders die nemen de ruimte die ze krijgen. Onze commissie heeft tijdens werkbezoeken zelf kunnen zien dat er gelukkig veel bestuurders zijn die met bevlogenheid werken en hart hebben voor de volkshuisvesting. Ja, die zijn er. Maar in het onderzoek is de commissie ook gestuit op voorbeelden van eigengereid handelen, onzakelijk en risicovol opereren door bestuurders. En soms zijn we ook gestuit op zelfverrijking en fraude. Dit type gedrag, tegen dit type gedrag, moet dit stelsel robuust gemaakt worden. Onze commissie is namelijk tot de conclusie gekomen dat de voedingsbodem voor dit gedrag ligt, dat ligt in de ongelukkige mix van die andere drie G's. Te weinig grenzen, een gebrekkige governance en met name falend toezicht en het te makkelijk kunnen beschikken over geld. Grenzen worden in het stelsel, dames en heren, niet voldoende gesteld of gehandhaafd. Wat corporaties nou precies wel en niet mogen, is bewust vaag gehouden. En voor de politiek is dat soms handig, want het biedt ook ruimte voor politiek opportunisme. Een corporatie die zich in een vogelaarwijk bezighoudt met zaken variërend van schooluitval tot wegenaanleg. Dat is voor gemeente en rijk een graag geziene partner die je niet snel met allerlei regels lastigvalt. Grenzen aan schaalgrootte of werkgebied werden nauwelijks gesteld, waardoor sommige corporaties konden uitgroeien tot grote gefuseerde vastgoedbedrijven die miljoenendeals afsloten, soms landelijk opererend zoals Vestia. Ook aan de governance schort het in de sector. Er zijn onvoldoende tegenkrachten of ze werken niet. Zo zijn raden van commissarissen vaak niet onafhankelijk, niet kritisch, of ze hebben een ongezond vertrouwen in
de bestuurder. De financieel toezichthouder van de minister, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, CFV, heeft weinig bevoegdheden om in te kunnen grijpen. En dit CFV werd ook nog eens door de sector gezien als een ongewenst kind. Want die sector, die regelde zichzelf immers. Die had helemaal geen behoefte aan een toezichthouder of lastige regels van de minister. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW, ook dat vormde geen tegenkracht. Dames en heren, integendeel, soms was dat WSW zelfs de oorzaak van het probleem. In plaats van corporaties te behoeden voor riskante financiële producten, gaf het WSW goedkeuring aan de banken die die producten wilden slijten. Dit brengt mij dan bij de G van geld. De corporatiesector is zeer vermogend geworden. Die huizen die stegen in prijs. Daardoor konden corporaties veel en makkelijk lenen of huizen verkopen. De gevolgen van mismanagement, zoals bij dat stoomschip en die campus, konden opgelost worden door gewoon wat sociale huurwoningen te verkopen. Vermogens lekten onzichtbaar weg. Veel vrijheid, veel geld, weinig toezicht. Dat is een weelde, dames en heren, die niet alle bestuurders in die sector kunnen dragen. Onze commissie beveelt dan ook aan om op al deze punten de teugels aan te trekken. In ons rapport treft u een samenhangend pakket van maatregelen aan, gericht op het stellen van duidelijke grenzen, het versterken van die governance, het beteugelen van het geld en ja, het verbeteren van het gedrag. Wie zijn dan nou verantwoordelijk? De commissie komt tot de conclusies dat er niet alleen veel mis is, maar dat er ook veel verantwoordelijken zijn. In de eerste plaats natuurlijk de bestuurders zelf en hun raden van commissarissen. Maar ook de sector als geheel heeft geen vuist kunnen maken. Goede cao's, riante beloningen, die kwamen tot stand. Maar duidelijke gedragsregels, waar iedereen zich aan zou houden, niet. Het Waarborgfonds, dat WSW, dat was vooral een instituut van die sector zelf. En dat probeerde actief aan goedkoop geld te komen voor die sector. En in die ambitie sloeg het WSW door. Het WSW, dames en heren, draagt daarmee een grote medeverantwoordelijkheid voor het drama bij Vestia. Ook het CFV, het Centraal Fonds, faalde in haar rol als toezichthouder in het Vestia-drama. Het toezicht was vaak te reactief en het was vooral papieren toezicht. Onze commissie constateert ook dat het CFV niet de bevoegdheden had die eigenlijk nodig waren voor effectief ingrijpen. Het is spijtig dat veel waarschuwende rapporten van het CFV in een bureaula zijn verdwenen. Aan het volkshuisvestelijke toezicht dat rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de minister wordt uitgevoerd, is ook onvoldoende invulling gegeven. Vooral als gevolg van een politieke keuze om de toezicht af te bouwen van 170 toezichthouders naar 10 man personeel. Een zware verantwoordelijkheid, dames en heren, rust op de schouders van degenen die van eindverantwoordelijk zijn voor dit zwak functionerende stelsel, de politici. Vele bewindslieden, gesteund door de Tweede Kamer, vertrouwden jarenlang op zelfregulering. De sector kon prima zelf grenzen stellen zoals de gedachte. De commissie stelt vast dat dit niet alleen een naïeve veronderstelling is, maar dat er ook talloze signalen en indicaties waren dat dat stelsel ernstige gebreken vertoonde. Zo ging er bijna 20 jaar geleden, gingen er al honderden miljoenen aan volkshuisvestelijk vermogen verloren. Miljoenen speculaties met derivaten, riskante commerciële avonturen, dominante bestuurders die op kosten van de huurders en woningzoekenden voor Sinterklaas speelden, tekortschietende accountants, problemen met intern en extern toezicht. Al dit soort verschijnselen doen zich al snel voor na de verzelfstandiging van die woningcorporaties. En toch is daar dan niet veel van geleerd. Want het stelsel dat ging bijna ten onder aan dat derivatengebruik bij Vestia. En ministerie en toezichthouder CFV, die zijn het, dames en heren, tot op de dag van vandaag nog steeds oneens
over de geldigheid van een circulaire die derivatengebruik aan banden moest leggen. De commissie stelt vast dat ondanks alle signalen, incidenten en rapporten de achtereenvolgende bewindslieden niet tot aangepaste wetgeving zijn gekomen. Staatssecretaris Stommel die legt niet goed vast welke zaken onder het financieel toezicht vallen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hierdoor valt die derivatencirculaire 1994 tussen wal en schip, met later dramatische gevolgen bij Vestia. Door leefbaarheid aan het takenpakket toe te voegen, begint hier ook al de verruiming van de activiteiten van coöperaties. Dan staatssecretaris Remkes. Hij onderkent weliswaar de problemen van te weinig sturing en toezicht in de sector, maar hij neemt ook veel tijd voor zijn wetsontwerp. Te veel, zo blijkt, want na zijn vertrek wordt het niet ingediend. Daarbij zet de staatssecretaris met het onder voorwaarden toestaan van nevenactiviteiten de deur open voor de vlucht aan activiteiten door corporaties in de jaren daarna. Met het aantreden van de kabinetten Balkenende gaat het principe van zelfregulering, het denken over sturing van de coöperatiesector, pas echt domineren. Ondanks een hoos aan rapporten en adviezen, maar ook duidelijke indicaties dat coöperaties zich niet aan de regels houden, verandert er tijdens de vierjarige ambtsperiode van minister Dekker hoegenaamd niets aan het stelsel. En datzelfde geldt voor de periode van mevrouw Vogelaar, die de onderhandelingen met de sector over andere beleidsprioriteiten voorrang geeft. Nou, bij het aantreden van minister Van der Laan lijkt het erop dat de zelfreguleringswind toch is gaan draaien. Zijn voorstellen om de sturing en het toezicht op de sector aan te scherpen worden breed gesteund door de Tweede Kamer. Maar na zijn vertrek slaat die pendule toch weer enigszins terug. Minister Donner haalt de scherpe kantjes van het concept herzieningswetsvoorstel af. En ook voor minister Spies is het Vestia-debakel geen aanleiding om het vertrouwen in zelfregulering voor de sector eens definitief in de ijskast te zetten. Tot slot mag ook de Tweede Kamer zich de problemen van vandaag aanrekenen. Vooral ook omdat deze problemen niet van vandaag zijn. En in 2005 in alle scherpte al in een parlementair onderzoek op een rij zijn gezet. Het is dus een wrange constatering dat de Tweede Kamer weliswaar bovenop die onderzochte incidenten heeft gezeten, maar als de Kamer in 2005 met dat rapport al had doorgepakt, dan hadden die latere incidenten wellicht voorkomen kunnen worden. En dat groot onderhoud aan het stelsel, dames en heren, dat is dus te lang uitgesteld. Hopelijk komt daar nu verandering in. Het vraagt stevige aanbevelingen om het stelsel weer robuust te maken. En dit doet de commissie dan ook. Zij wil woningcorporaties laten doen waarvoor ze op aarde zijn. Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Geen commerciële avonturen meer. Wel effectiever toezicht door een gezaghebbende en onafhankelijke woonautoriteit. Daarvoor is wel in de eerste plaats een gedrags- en cultuurverandering binnen de sector nodig. Dames en heren, dit stelsel is bijna te gronde gegaan. Huurders en woningzoekenden die hebben hiervoor een hoge prijs betaald. En dit mag nooit meer gebeuren. De aanbevelingen van de commissie die moeten ertoe leiden dat het stelsel zo stevig is dat het bestand wordt tegen ondeskundig en onprofessioneel bestuur van individuele coöperaties. Maar ook dat het maatschappelijk vermogen van de coöperaties weer ingezet wordt ten gunste van huurders en woningzoekenden. Daarvoor is nodig dat afspraken gemaakt worden over de te leveren prestaties. En daarvoor is ook nodig dat transparant en controleerbaar wordt waar de coöperatie zijn middelen aan besteedt en dat het sober en doelmatig gebeurt. Die huurder die krijgt zicht en zeggenschap. Dames en heren, de aanbevelingen van de commissie die staan nu nog op papier. Ze staan in het rapport dat we zojuist
aan onze opdrachtgever, de Tweede Kamer, hebben aangeboden. Het is uiteindelijk de Kamer die bepaalt of die aanbevelingen ook daadwerkelijk in beleid worden vertaald. Daarvoor hebben we met elkaar een goed debat nodig. Dit gaat snel plaatsvinden en dames en heren, daar kijken wij naar uit. Dank u zeer. Dan is er nu gelegenheid voor de aanwezige media om vragen te stellen. Ik verzoek u, voordat u een vraag stelt, even te wachten totdat er iemand met de microfoon bij u is. En voordat u uw vraag stelt, even uw naam en medium te melden. Wie mag ik het woord geven? Wouter de Winter van de Telegraaf. Meneer Van Vliet, u heeft een hele waslijst aan ministers net genoemd die eigenlijk met uitzondering geloof ik van de heer Van der Laan hun werk eigenlijk niet naar behoren hebben gedaan. Is er niet ook een politieke verantwoordelijkheid voor de zittende minister van Wonen die als politiek verantwoordelijke uiteindelijk verantwoordelijk is voor al datgene wat zijn voorgangers niet goed hebben gedaan? De bedoeling van een enquêterapport is onder andere versterking van de controlerende functie van de Kamer. Dus het is nu aan de Kamer om ons rapport op te pakken. En nadat wij daarover met de Kamer hebben gedebatteerd, zal de Kamer over dit rapport het debat aangaan met de huidige regering en de huidige minister. En dan is het aan de Kamer om te vragen wat de huidige minister daarvan vindt van onze bevindingen. En daar heb ik vertrouwen in dat ze dat doen. Ja, maar u heeft er zelf toch ook wel u bent als ervaringsdeskundige inmiddels voldoende onderlegd om daar toch ook een afweging op te maken. Op welk terrein bedoelt u de afweging? Of de fouten van al die bewindslieden die verantwoordelijk waren voor het woningbeleid niet eigenlijk ook een publieke consequentie verdienen? Kijk, wat onze commissie constateert, en die conclusie trekken we ook heel duidelijk, is dat nadat dat huidige stelsel op poten werd gezet met die brutering van staatssecretaris Heerma, dat er daarna heel veel bewindspersonen zijn geweest die allemaal verantwoordelijk waren voor dat stelsel, maar dat er onder al die bewindspersonen uiteindelijk geen materiële nieuwe wetgeving tot stand is gekomen. Dat constateren wij en dat schrijven wij ook eerlijk op. Dat beeld varieert per bewindspersoon, u noemde al meneer Van der Laan, wat er nou precies wel of juist niet is gebeurd. Maar we kunnen niet anders constateren dat om diverse redenen een hele tijd gewoon bijna niks is gebeurd. Die bevinding die doen wij, we constateren dat er sprake was van struisvogelpolitiek, maar ook van politiek opportunisme. Men ruilde dingen uit die men belangrijk vond en men liet de sector met rust. Dat is heel lang zo doorgegaan en nu is het aan de Kamer om die bevinding verder op te pakken. Zou u wellicht nog iets meer in kunnen gaan op de verantwoordelijkheid van de heer Donner, die op een gegeven moment wist dat de zaak behoorlijk verkeerd ging, maar het nodig achtte om een compleet beeld te krijgen alvorens hij de Kamer zou informeren? Is dat voor u een geloofwaardig argument gebleken of waren hier misschien ook nieuwe banen bij de Raad van State in het spel die hem daartoe wellicht hebben verleid? Dat laatste, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, dat weet ik niet. Maar minister Donner was in een vrij korte periode de verantwoordelijk minister toen de problemen bij Vestia naar buiten kwamen. En deze minister heeft zijn eigen afwegingen gemaakt waarom hij een tijd lang heeft gewacht met de Kamer te informeren. Daar is het ook niet meer van gekomen, omdat er giftige clausules zaten in die derivatencontracten. Dus daarna is het rampdossier van Vestia terechtgekomen bij zijn opvolger. Kijk, en onze commissie constateert dat het feit dat minister Donner de Kamer zelf niet heeft geïnformeerd, vertrouwelijk of openbaar, dat dat op gespannen voet staat met een actieve informatieplicht, die er bij dit soort grote rampdossiers ligt voor een bewindspersoon, maar heeft wel zijn eigen afwegingen gemaakt en zijn opvolger Die heeft de Kamer geïnformeerd. Ja. Marius Beres van Financieel Dagblad. U adviseert dat corporaties ook failliet moeten kunnen gaan, zodat de risico's die worden genomen ook terugslaan op banken als die geld lenen aan corporaties. Dat zal er ongetwijfeld toe leiden dat die banken hogere rentepercentages gaan rekenen en dat er ook minder geld beschikbaar komt voor de sociale woningbouw. Hoe ziet u dat probleem? Waar onze commissie met name op doelt is dat wij een perverse prikkel die nu in het systeem zit, die willen wij weghalen. Als het nu de facto zo is dat een woningcorporatie uiteindelijk gewoon niet failliet gaat,
Want je weet dat er altijd borging is en boven die borger staan de garant staande overheden. Dan levert dat wat we noemen moral hazard op. Hè? Dit risico dat er niet is voor banken, dat is een perverse prikkel. Dat hebben we als commissie geconstateerd. Die perverse prikkel willen wij uit dat systeem halen. Daarom doen wij aanbevelingen ten aanzien van de borging en de financiering van het stelsel. Nou, er zit ook de uiteindelijk ultieme mogelijkheid in dat je dus wel failliet zou moeten kunnen gaan. He, dat gaat dan niet zozeer over geborgde leningen, maar over alle andere schuldeisers die er kunnen zijn. Nou ja, wij nemen die perverse prikkel weg door niet op voorhand te zeggen, het is altijd borging, altijd garantie en dat wordt altijd opgelost. Dat levert gewoon die moral hazard op. Maar dat maakt het stelsel dus een stuk duurder. Dat zal van de uitwerking afhangen. Dat is, kijk, wij geven een denkrichting aan. Het is dadelijk aan de politiek en de regering om dat verder uit te werken en in te vullen. En nu is er een jaarlijks terugkerend aanzienlijk financieringsvoordeel voor de sector, in het huidige stelsel. Wij zeggen alleen, probeer de perverse prikkels eruit te halen. Of dat per definitie leidt tot duurdere kosten voor de corporaties, dat hebben we ook niet onderzocht. Nog even een vraag over de rol die u voor gemeenten ziet. Gemeenten moeten meer invloed krijgen op corporaties. In het verleden en ook een aantal casussen die u heeft onderzocht, blijkt dat gemeentes en corporaties ook samen onder één deken liggen. En ook het volkshuisvestelijke belang ondergeschikt maken aan allerlei andere belangen. Hoe gaat u nou in de toekomst waarborgen dat dat niet weer gebeurt als die gemeenten een grotere stem krijgen in wat de corporaties moeten gaan doen? Het is natuurlijk zo dat ook gemeentes moeten niet een corporatie als een soort pinautomaat gaan zien. Als je de aanbevelingen in een onderlinge samenhang bekijkt, maken ze het stelsel robuuster. Wij zeggen namelijk corporaties terug naar de kern, geen commerciële avonturen meer. En wat ze dan wel nog mogen doen, dan moet je ook wel eens met de stofkam doorheen, daar komt het eigenlijk op neer. Dat betekent dat als je het verplicht maken van de volksgezondheidsvestelijke prestaties neerlegt op dat niveau van gemeenten en corporaties, dat ze wel in de toekomst, als onze aanbevelingen worden overgenomen, de duidelijkheid hebben wat ze wel en niet mogen. En dat komt ook een handhaafmechanisme op. Er is een toezichthouder. De minister krijgt duidelijk de stelselverantwoordelijkheid. Alles bij elkaar genomen maakt dat het stelsel naar onze mening zo robuust dat dat op gemeentelijk niveau moet leiden tot afdwingbare, maar wel goede afspraken. Wie mag ik het woord geven? Mingelen, meneer Van Vliet, u bent toevallig partijloos, dus dat komt goed uit. U had het over politiek opportunisme, waardoor die corporaties eigenlijk hun gang konden gaan en dat kwam eigenlijk wel goed uit. Zou u kunnen zeggen dat dat bij bepaalde partijen meer speelde dan bij andere partijen? U zit in een prettige rol dat u dat netjes kan verdelen. Ik begrijp uw vraag natuurlijk, meneer Mingelen, maar ik spreek wel namens de hele commissie. En onze commissie denkt over ons rapport eensluidend en hetzelfde. Zo staan we allemaal achter. Kijk, wat we zien is dat politiek opportunisme, dat uit zich vooral ook bij bewindspersonen die op het dossier zaten. En daar hebben we toch twee concrete voorbeelden van die we ook in het rapport noemen. Huurliberalisatie ten tijde van minister Dekker en de krachtwijken ten tijde van minister Vogelaar. Nou, dat zijn al ministers van verschillende politieke oorsprong. En wij hebben ons onderzoek gedaan zonder aanzien des persoons of politieke denkrichting. Een tweede vraag, even aansluitend op de informatieplicht van minister Donner. Andere commissies hebben wel een duidelijk oordeel geveld dat de Kamer onvoldoende of onvolledig was geïnformeerd. Ik heb het rapport nog niet op dat punt gelezen, maar wat u zei van op gespannen voet met een actieve informatieplicht. Is dat de conclusie, letterlijk, of heeft u die daar ter plekke zo verwoord? Ja, maar dat is wel de conclusie die in het rapport gewoon staat. Het staat wat ons betreft op gespannen voet met een actieve informatieplicht. Alleen deze minister heeft in het openbaar verhoor aangegeven dat hij zelf argumenten had om niet over te gaan tot het informeren van de Kamer. Daar kun je een staatsrechtelijke discussie over voeren, maar hij had zijn eigen argumenten. Onder andere heeft hij gezegd, de omvang van het probleem was mij niet helemaal duidelijk. En ook de impact niet. Ik wil allereerst inzicht in verwerven. Daardoor is hij niet tot informeren van de Kamer gekomen. Vindt u dat als commissie een overtuigend antwoord? Vindt u dat hij daarin gelijk heeft? Want daar zit u ten slotte voor om dat oordeel te vellen. Nou, wat we gewoon zeggen is dat het op gespannen voet staat als je ziet
dat in het Nederlandse staatsrecht wordt voorzien in een actieve informatieplicht. Die is er. Je kunt daarover van mening verschillen. Hè. De minister had misschien ook wel kunnen overgaan tot informeren van de Kamer. Maar heeft in zijn korte periode daar andere argumenten voor gehad om dat niet te doen. Volgende vraag. Uw commissie zelf durft dus verder geen oordeel daarover uit te spreken. We staan op gespannen voet met een actieve informatieplicht. Die had ook anders ingevuld kunnen worden. Ik ga door naar de volgende, daarachter. Hans Hemmers van Omroep West. U sprak over Vestia, aanleiding natuurlijk voor de enquête. Een grotere tegenvaller. Hoe ziet u de toekomst van Vestia? Maakt u zich zorgen? Ja, dat is een terechte vraag. We maken ons zeker zorgen, want dat Vestia-drama, die vulkaan die daar uitgebarsten is, die is nog niet gedoofd. De gevolgen van dat drama zijn financieel zeer aanzienlijk. Het gaat toch om minimaal 2,7 miljard euro rechtstreekse schade. Nou ja, de rentelasten bij Vestia die zijn erg hoog. Ze moeten nu al meer huizen gedwongen verkopen dan oorspronkelijk was voorzien. Wie weet waar dit eindigt. Er zijn ook instituten die denken van misschien is er in de toekomst nog wel een extra sanering mogelijk. Het is duidelijk dat Vestia nog lang niet uit de problemen is. En voor de huurders maken wij ons daar zeker zorgen over. Wie mag ik het woord geven? Hier vooraan. Er is tijdens de chair van Wezel Volkskrant, er is tijdens de verhoren ook vaak gesproken over het aantal sociale huurwoningen in Nederland. Dat zijn er, zo een paar keer gezegd, 2,4 miljoen. Volgens sommige van de getuigen was dat gewoon te veel om überhaupt toezicht op te houden. Ik lees daar niet echt iets in terug. Over terug in het rapport, maar heeft u er wel een opvatting over? Als je naar het mandaat kijkt wat wij van de Tweede Kamer hebben gekregen, is dat om te kijken of al die incidenten voortvloeien uit structurele tekortkomingen van het stelsel. Dat hebben we gedaan. Als de aanbevelingen die wij doen worden opgepakt, wordt dat stelsel robuuster. Dat betekent dat het ook beheersbaarder wordt. Er komt veel strakker en sterker toezicht, teugels worden aangetrokken. Dus dat op zich zegt niks over de aantallen sociale huurwoningen. Wat we wel in het rapport aangeven, dat heeft hij ook kunnen lezen, is dat we het huidige stelsel niet heilig verklaren. En dat de politiek altijd kan nadenken over andere varianten. Die zijn voorlopig niet snel realiseerbaar. Dus wij gaan uit van het robuuster maken van het huidige stelsel. We kunnen ook experimenteren met andere vormen, is een aanbeveling die we doen. Maar als de aanbevelingen in samenhang worden overgenomen, heb je robuust toezicht dat niet afhankelijk zou mogen zijn van de omvang van de sector. Laurens Bovenbeen, Nieuwsradio. U doet in totaal 18 aanbevelingen, in ieder geval in hoofdstuk 1. Ik heb er niet direct nog veel meer ontdekt, maar volgens mij zijn ze dat. U zegt ze zijn samenhangend met elkaar. Mij valt op dat er op een aantal punten, als je bijvoorbeeld kijkt naar het toezicht op de commissarissen en het beoordelen of commissarissen goed zijn of ze mogen aanblijven, het kijken naar of bestuurders goed genoeg zijn of ze mogen blijven, dat daar op heel veel verschillende punten u nu straks een zekere verantwoordelijkheid legt. Bijvoorbeeld bij de huurders zegt u van nou, daar moet een soort benoemings-instemmingsadvies mogelijkheid komen voor de benoeming van bestuurders. Die bestuurders die krijgen ook te maken met een minister die direct kan ingrijpen op hun functioneren. Datzelfde geldt eigenlijk voor de raden van commissarissen. Met andere woorden, creëert u niet eigenlijk een beetje een soort, bijna een soort Poolse landdag van mensen die met z'n allen kunnen gaan praten over het functioneren van deze en gene? Mijn antwoord daarop is, het stelsel wat we nu zien is bijna omgevallen. Het is bijna omgevallen, alleen al door die Vestia-ramp. Wat we ook zien is dat de incidenten wel degelijk voortkomen uit zwakheden van het stelsel. Wat we dus ook zien is dat het stelsel niet robuust genoeg is om te kunnen vertrouwen op verantwoordelijk en professioneel handelen van individuele bestuurders en corporaties. Dat stelsel mag daar niet van afhankelijk zijn. Dat betekent als al dat handelen dat tot incidenten leidt, dat begint met wat bestuurders en hun commissarissen doen of nalaten, als het daarmee begint in dit hele stelsel, dan mag je daar ook stevige aanbevelingen doen die er uiteindelijk toe leiden dat de kans echt heel klein wordt dat daar nog iemand komt te zitten die zich dit soort rare zaken gaat permitteren in de toekomst. Nou, dan mag je dan een stevige sluisdeur voorzetten, ja. En dat de huurders meer inspraak krijgen, dat is juist de bedoeling, denk ik, voor een groot stuk ook van deze enquête, om die huurder daar meer bij te betrekken. Het gaat uiteindelijk om hun sociale huisvesting. Nou, de minister heeft een stelselverantwoordelijkheid.
Daarnaast kon een onafhankelijk toezichthouder, die kan zich ermee bemoeien. Zwa, als je dat een onderlinge samenhang beziet, vertrouwt onze commissie erop dat het stelsel robuust genoeg is dat we daar goede bestuurders hebben. Volgende. Nog één laatste vraag. Maar wordt het niet te veel? Als je een minister en een woonautoriteit en de Raad van Commissarissen en de huurders en dan nog de financieel toezichthouders allemaal een rol geeft, dan heb je wel heel veel stemmen om het functioneren van één of twee mensen te beoordelen. Als al die instituten en personen die hiermee te maken hebben, als die goed samenwerken en ieder hun eigen rol goed invullen, dan zijn dat elkaar aanvullende rollen en geen overlappingen. He, bijvoorbeeld de minister, we zeggen niet dat de minister bestuurders de laan uit kan sturen, die kan wel straks commissarissen de laan uit sturen als die het niet goed doen. Maar vervolgens, als die commissarissen dan een bestuurder laten zitten, want zij zijn het instituut dat een bestuurder naar huis kan sturen, moet die minister er wel wat van kunnen zeggen. Als je daar weer de zaak afkapt, dan wordt dat stelsel nog steeds niet robuust genoeg. Dus wij zijn ervan overtuigd, dat is eigenlijk het antwoord op uw vraag, dat ieder een specifieke verantwoordelijkheid krijgt die aanvullend zijn ten opzichte van elkaar. Dus nee, niet te veel. Laurens Kok, de persdienst. U stelt in het rapport ook vast dat er sprake is geweest van fraude en zelfverrijking. Heeft u ook aangifte gedaan? Heeft de commissie ook aangifte gedaan daarvan? Nee, nee. Het mandaat van de Kamer was uitzoeken of die incidenten voortkomen uit het stelsel. En zo ja, hoe kan het dan beter? Aangifte doen, dat is, dan heeft u het over strafbare feiten. Als die naar boven komen, dat is dan aan het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen. Als die denken van nieuwe informatie, strafbaar feit, wisten we nog niet. Dan staat het iedereen vrij om dat natuurlijk op te pakken. Maar dat is op zich niet de taak van de enquêtecommissie. Er is dus ook geen geval van mijn eet geconstateerd. Onze commissie heeft ook in de fase van de openbare verhoren onder Ede alle informatie boven water gekregen. En voor de commissie was er dus geen aanleiding om tegen iemand aangifte te doen, wegens mij niet. Jos Heijmans, RTL Nieuws. Meneer Van Vliet, u wijst veel schuldigen aan in uw rapport. Van bestuurders tot commissarissen, van toezichthouders tot bewindslieden tot Kamerleden. Het zijn er zoveel dat de vrees bestaat dat die mensen allemaal de dans ontspringen. Dat die niet gestraft zullen worden. Het zijn er gewoon te veel. Het belang is waarheidsvinding en publieke verantwoording, maar ook aanbevelingen voor de toekomst. Ik denk, als onze aanbevelingen erdoor komen, dat het stelsel robuuster wordt. Daar heeft de huurder straks wat aan. Daar is het ons natuurlijk vooral ook om te doen. De dans ontspringen, ja. Kijk, het beeld in de openbare verhoren is ook dat wij veel mensen een kans hebben gegeven om het geschonden vertrouwen in die sector te herstellen. Als je daar dan in een openbaar verhoor zit, dat is schrikbarend weinig gebeurd. Dat moeten wij constateren, maar dat heeft iedereen die heeft gekeken naar de openbare verhoren, heeft dat ook kunnen zien. Meneer Van Vliet, Breedveld, NOS. U zegt de corporaties moeten weer terug naar hun kerntaak. Dat zijn exacte woorden van de huidige minister die daarover gaat, minister Blok. Die zegt ook terug naar de kerntaak. Toch gaat u veel verder. Waarom scherpt u die voorstellen nog veel verder aan? Ik wil u toch even corrigeren, want wij scherpen geen voorstellen aan. Wij doen eigen aanbevelingen. U gaat veel verder, dat is wat ik bedoel. Er zijn raakvlakken met wat de regering wil en er zijn duidelijk ook verschillen tussen wat de regering wil met corporaties en wat onze commissie aanbeveelt. Dat is correct. Op sommige punten kun je concluderen dat we verder gaan qua aantrekken van de teugels. Dat is ook correct. Maar dit is allemaal gebaseerd op een enquêteonderzoek. Een enquêteonderzoek, wat, dat durf ik hier te stellen, het breedste en diepste onderzoek is wat ooit naar die sector is gedaan. Dat heeft deze 6 Kamerleden in staat gesteld om duidelijke bevindingen te doen, daaruit heldere conclusies te trekken en ook sterke aanbevelingen te doen op geld, gedrag, grenzen en governance, hoe dat beter moet om dat stelsel robuust te maken. Dat mondt uit in aanbevelingen, dat zijn onze aanbevelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat die goed zijn om dat stelsel robuuster te maken. Dat komt dus van onze commissie uit dat het zover moet gaan.
stelt de corporaties bijna onder curatele, met een sterke toezichthouder, een minister die kan ingrijpen, huurders. En aan de andere kant zegt u ook, die corporaties moeten eigenlijk op gemeentelijk, hooguit regionaal niveau gaan opereren. Waarom kiest u voor zo'n verregaande oplossing? Kijk, dat stelsel, die incidenten die moeten we zien te voorkomen, want de huurder is de dupe. Dus je moet dat stelsel robuust maken. Als je constateert dat die incidenten uit tekortkoming van het stelsel voortkomen, dat betekent dat je dus een set aanbevelingen doet waarmee je de teugels aantrekt. Dat staat ook in ons rapport, zeker. Maar onder curatele, dat zijn niet mijn woorden, want die huidige sector, dat is wel ons uitgangspunt, die blijft wel in stand. Goed, terug naar de kerntaak, duidelijke grens, ja. Maar binnen die duidelijke grens kunnen ze wel die sociale woningbouw blijven doen. En meer nog, wij zeggen juist, laat gemeenten en corporaties lokaal samen bepalen wat daar nodig is. Daar hoeft Den Haag niet iedere keer bovenop te zitten. Dus dat is juist de andere kant uit. Als het gaat om de invulling van de kerntaak, krijgen ze daar zelf eigenlijk meer vrijheid voor. Maar je moet het wel samen afspreken en dat moet ook consequenties hebben. Mag ik daar aanvullend nog even iets over vragen? Want u zegt ook dat corporaties hun commerciële activiteiten moeten afbouwen. Nu is voor corporaties vaak een argument om juist wel wat van die commerciële partijen of commerciële activiteiten te hebben. Bijvoorbeeld duurdere koopwoningen te bouwen of duurdere huurwoningen. Dat ze daarmee ook de sociale, ook geld binnenhalen voor de sociale woningbouw. Die mogelijkheid, u maakt het stelsel weliswaar robuuster, maar die mogelijkheid sluit u af. Waardoor het stelsel ook weer duurder wordt. Dat is uw conclusie. Wij betrekken die conclusie niet, want wat we hebben gezien in ons onderzoek is dat juist die commerciële nevenactiviteiten vaak per saldo verlies opleverden. En dat verlies komt ten koste van het sociale stuk, wat een corporatie eigenlijk voor op aarde is. Dat is onze conclusie. En meer nog, als wij dus nu zeggen terug naar de kern, we trekken de duidelijke grens, dat durven wij als commissie te doen, dan moet dat volgens ons inhouden geen commerciële avonturen, geen zogenaamde niet-DAAP-activiteiten meer. Duidelijke grens, en wij denken dat het financieel uiteindelijk nog veiliger is, ook voor die corporaties en voor hun huurders. Gaat u gang. Wilma van Meteren van Dagblad Trouw. U tuigt een woonautoriteit op. Die mensen die in die woonautoriteit zitten, die worden weer door het ministerie benoemd. Die woonautoriteit gaat over de benoeming van de bestuurders bij de woningcorporaties. Of de commissarissen wel voldoen aan allerlei eisen. Het lijkt me wel een soort monstrum. En hoe onafhankelijk blijft dat monstrum dan? Als je dat doet waar het de afgelopen 20, 25 jaar aan heeft ontbroken in het stelsel, namelijk een onafhankelijke, integrale toezichthouder optuigen, dat doen wij niet, hè. Dat doet straks de politiek als ze onze aanbeveling overneemt. Als je dat doet en je hebt een onafhankelijke, integrale toezichthouder, dan vul je dus een heel stuk in waaraan het de afgelopen 20 jaar heeft ontbroken. Dus als deze onafhankelijke toezichthouder ook echt onafhankelijk zijn gang kan gaan, dan is dat per definitie. Ik wacht even. Dat was de alarmbel voor de corporaties. Nee,
Dit is een teken dat er dadelijk blijkbaar stemmingen zijn in dit mooie democratische huis. Even nog heel kort over die onafhankelijke toezichthouder. Die gaat dat stelsel helpen om robuuster te worden en ontsporingen te voorkomen. Voor een groot deel, op zijn minst. Dat betekent dat het voor mij geen monstrum wordt, maar een zeer noodzakelijk instituut. Dag, Marjon van Weers van Edes Media. Ik heb een vraag. U zegt dat het wettelijk onderhoud aan het stelsel te lang is uitgesteld. Inmiddels hebben we een herzieningswet en in vervolg daarop zelfs een novelle. Ik vraag me af, vindt u dat er nu misschien wat al te voortvarend gewerkt wordt aan die substantiële veranderingen? Omdat u het ook heeft over de wispelturigheid waarmee de novelle is ingediend. Daar zou ik graag een toelichting op willen. Het mandaat wat wij van de Kamer hadden was om te onderzoeken of incidenten uit het stelsel, uit de tekortkomingen van het stelsel voortvloeien. Het antwoord is ja. Dus komen we met aanbevelingen hoe dat stelsel dan robuuster kan worden, zodat die kans op incidenten verkleint. Kijk naar onze aanbevelingen. Dat is onze eigen kracht, onze eigen waarde. Daarover willen wij graag het debat aangaan met de collega's in de Kamer. Zij pakken daarna de vertaalslag op naar het kabinet. En of anderen te snel of te voortvarend zijn, daar kan ik geen uitspraken over doen. Ik mag alleen hopen dat onze aanbevelingen gaan landen in de Kamer. Mevrouw, als u heel even wilt wachten, dan komt de microfoon aan. Het woord wispelturig dat u gebruikt in het rapport, dat triggerde mij. Nou, wat we aangeven, even kort nog, is dat als je straks teugels aantrekt, de regels verandert, er komen wellicht nieuwe wetten, wetgeving, dan moet je daarna die sector wel de kans gunnen om zich ook te bewijzen. Wij maken dat stelsel robuust. Oké, terug naar de kern. Dan moeten ze daar ook mee aan de slag kunnen. Dus wat dat betreft hopen wij dan op een bepaalde mate van bestuurlijke rust. Maar dat is niet aan onze commissie om dan specifiek uitspraken te doen over huidige wetgevingstrajecten. Maar straks kunnen ze de kans dan krijgen om zich te bewijzen. Nog één laatste vraag. Gaat u gang, mevrouw. Sarah. Ja, nog één vraag. Het gaat over de maatschappelijke schade. De schade aan het maatschappelijk vermogen. U heeft dat voor individuele corporaties wel aangegeven. Maar kunt u een schatting maken van hoeveel dat nou eigenlijk is? Wat u in ons rapport kunt lezen is dat wat wij onderzocht hebben. Bij Vestia is het minimaal 2,7 miljard. Als je de andere incidenten waar wij nader naar hebben gekeken, die incidenten waar de minister ook een toewijzing op heeft gezet, als je die bij elkaar optelt, zoals de boot, het schip, dat soort zaken, zit je nog eens aan een slordige 500 miljoen extra. Dus dan zit je al boven de 3 miljard. En zo loopt de teller op. We hebben daar geen totaal overzicht van, maar het zijn dus wel miljarden euro's. Ik sluit de persconferentie. Hierna is er nog gelegenheid om de heer Van Vliet te interviewen. En ik dank u voor uw komst. Dank u zeer.